In begin 2020 was er een demonstratie van, we weten wellicht nog, van Black Lives Matter. En toen heeft de burgemeester Halsema gezegd, nou, dat moet kunnen doorgaan, hè, want dat is zo belangrijk, ondanks de coronarestricties. Maar er waren ook natuurlijk coronademonstraties en daar werd keihard opgetreden. Mijn vraag aan de heer Beukelaar is, wat verklaart hier nou het verschil? Hoe kan het nou zo zijn dat de ene demonstratie daarvan werd gezegd, nou, daar hoeven de coronaregels niet te gelden, en bij de andere dus wel? Dat is voor mij nog steeds onbegrijpelijk. En voor de goede orde, het is de heer De Beukelaar. Rechtzetten. De Beukelaar, het woord is nu. Ja, eerst maar een misverstand weghalen. De coronademonstraties, die hebben wij door laten gaan. We hebben alleen steeds voorwaarden gesteld aan die demonstraties. We hebben bijvoorbeeld stippen gezet op 1,5 meter afstand van elkaar, zodat, en met een maximum, want ja, als je 1,5 meter afstand moet nemen, dan is de ruimte natuurlijk sneller gevuld. Maar dat hebben we allemaal georganiseerd. Wat daarin wel gebeurde, is dat daar, en er werd net ook gerefereerd, dat werd ook gekaapt door andere groepen. En de eerste keer zag dat niet fraai uit. Toen hebben we echt stevig opgetreden. Maar in de weken daarna werd het optreden vanuit de driehoek steeds minder. En probeerden we de demonstraties, zoals ik net ook al een keer zei, naar een goed einde te brengen. En dat is eigenlijk best aardig gelukt. Ondanks de risico's voor de gezondheid. Want die zijn er in zo'n periode natuurlijk ook. Toen vroeg u de Black Lives Matter demonstratie. Dat was een ander moment. Namelijk, we waren net uit de lockdown op dat moment. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. En eigenlijk heeft dat onderzoeksbureau gezegd, er was sprake van een perfect storm. Wat daar is gebeurd. In hele korte tijd zijn daar heel veel mensen op de Dam terechtgekomen. Wij werden er echt door overvallen. En er zijn aanbevelingen gedaan hoe wij dat beter hadden kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen daar zouden komen. Maar dat is ons ook voor een belangrijk deel overkomen. En omdat wij ook vonden dat we moesten kijken hoe kan dat, hebben we daar een onafhankelijk onderzoek voor ingesteld. Ja, dank. Ik heb een vervolgvraag voor de heer De Beukelaar. De heer De Beukelaar stelde zojuist van, ja, we werden overvallen door die BLM-demonstratie 2020. Maar de burgemeester Halsema heeft zelf gezegd dat al voor die demonstratie duidelijk was dat die afstandsregels niet gehandhaafd kunnen worden. En ik citeer nu, maar, dat zegt ze vervolgens, de demonstratievrijheid is een heel groot goed. De veiligheidsdriehoek ziet geen grond de demonstratie tot binnen. Het doel is ook te belangrijk. Dus dat lijkt er toch heel duidelijk op te wijzen dat in dit geval het doel blijkbaar zo belangrijk is dat in dit geval die coronaregels niet van toepassing zouden zijn. Dat is toch, ja, willekeur, dat is mijn vraag. Meneer De Beukelaar, het woord is nu. Ja, we hebben hier bijna allemaal een paar keer betoogd dat het onderwerp van de demonstratie geen rol speelt. En Kamerlid zegt, ja, mevrouw Halsema zegt, het doel is te belangrijk. Ik weet niet waar zij op doelt, hè. Dat zou net zo goed zijn op het demonstratierecht, dat weet ik niet. Maar die woorden van mevrouw Halsema, die kan ik niet uitleggen wat zij daarmee bedoelt. Maar ik wil wel echt benadrukken, wij kijken niet naar waarvoor gedemonstreerd wordt. Ik heb zowel demonstraties als driehoek begeleid die gaan over corona, die gaan over boerenprotesten, het woonverbod, maar ook barbecuen bij de moskee. Het onderwerp is niet relevant, het grondrecht is relevant. Dank u wel.